Jeetje, ik kon me echt niet meer herinneren dat het zo ontzettend donker was. Ja, je ziet vaak golfkarton van kartonnen dozen, maar dat het zo verkleurd is. En ook als je hier tussen de ribbels van het golfkarton kijkt, dan zie je er ook een laag stof op liggen. De komende periode zullen er echt enorm veel reparaties uitgevoerd worden. Op het moment dat je iets repareert, dan moet het altijd even drogen. Dan kun je weer verder gaan. Dus het zijn heel veel kleine stapjes met droogtijden daartussenin. Je kan ongeveer rekenen op zo'n behandeltijd van zeker een half jaar aan stapjes. Schadebeschrijving, natuurlijk ook de schade fotograferen. Dit zijn foto's van de gevel op de tweede verdieping. En ja, daar schrik je toch wel even, omdat je ziet dat eigenlijk de tweede verdieping aan één zijde in elkaar is gedrukt. Een van de dingen die van belang is voor het Apostelhuis is dat het oppervlaktevuil en het vuil wat er ja, niet origineel bij hoort, dat dat weggehaald wordt. En nou ja, als je op je eigen kast kijkt, af en toe op je kledingkast, dan zie je hoeveel stof en ook hoeveel dieren daar boven op een kast terecht kunnen komen. Dit is een spinnennestje en hier zie je nog twee vleugeltjes van een motje of een vlieg. Het originele karton hier wordt geconsolideerd, dus dat is eigenlijk intern verstevigen en dat kun je bijvoorbeeld doen door een lijm te injecteren, waardoor de intern het karton weer enige stevigheid krijgt en op zichzelf kan staan. Als dat niet genoeg is, dan kan je natuurlijk altijd nog een Japans papier, dus een reparatiepapier, achter een breuk aanbrengen, zodat het nog extra verstevigt. Maar dat wil je niet te vaak doen, want dan verander je het interieur van het Apostelhuis. Dus je probeert een combinatie van die twee te maken. Nadat je de constructie van het huis hebt gerepareerd en geconsolideerd, daarna, maar ik denk dat 20-30% is van het werk, worden alle losse onderdelen die in zakjes zitten, worden teruggeplaatst en vastgezet.